Komt ook nooit een einde aan. Nope. Zeg ook altijd over mijn leven. En je piemel. Nice! Slim. Jongens, welkom bij de Tom en Peter's Hot Coffee Show. De show voor hot en koffie en natuurlijk... Nee, Peter, de stelling... We hebben een heel ander motto tegenwoordig. Oh. De plek voor jullie hete stellingen. De plek voor jullie hete stellingen. En vandaag ook met Daniel als... hoe heet zo iemand? Figurant. Als figurant in ons item. Doe maar alsof je iets aan het typen bent. Ja, en niet zwaaien naar de camera. Nooit. Als je dat in Hollywood zou doen, jongen. Hi mom. Hey, ik zit achter in de bar bij Pulp Fiction. Daan, wil je even net als achter Mart Smeets bij Studio Sport even zo heel langzaam met beeld zo in? Heel langzaam met mij. Ja. Ja. Nou, we zitten hier met... Ja, goed hoor, Daan. Chapeau. Ja, dus meer, dat kan niet wel. Dat is meer dan figureren. Dat is acteren, heet dat. En met het acting ook. Kun je leren. Ah, netjes. Bedankt voor jullie reacties vorige week. En bedankt ook voor de hulderende en goede reacties op goede frack. Ja, de trein komt langs. Dat heb je een goede frack niet. Nee. Heel klein beetje. Ja. Dus, we kunnen maar inediten. Maar goed gedaan, Tommy. Thanks. Item. Leuk gedaan. Ja, leuk. En leuk dat jullie er ook goed op reageren. Fijn dat jullie er zin in hebben of zo, I guess. En laat het weten of de Hot Coffee Show nog wel door moet gaan. Maar niemand zegt ooit nee, het is wel een keer klaar. Zeg maar altijd van nee, doe meer. Ja. Doe altijd meer. En terecht. Maar, want je moet altijd meer van jezelf verwachten. Nooit minder. Maar ik had Tom inderdaad de paddenstuurt voor een nieuw item. Ik had maar één eis. Ik alleen in beeld pratend over mij. Nou, goeie frack. Ja, helemaal prima. Peter, wat maakt jou nou jou? Oh, nou, goeie frack. Ik zal... de vraag van vorige week... de stelling van vorige week van de Hot Coffee Show was natuurlijk... Ja, Call of Duty, is het ripcot? Of moeten ze eigenlijk wel futuristisch blijven? Het ging natuurlijk een beetje over de setting. Kom, nog een trein. Het is alsof jullie er geld aan verdienen, NS. De vraag was natuurlijk, ja, Battlefield 1 of COD? Huh? Iedereen zegt eigenlijk Battlefield 1. Terwijl iedereen wel zegt, jullie hebben wel gelijk. Of in ieder geval Peter heeft gelijk met het hele don't quit a winning team gebeuren. Activision. Chief P. Goeie, Samuel. Nice. Dat je hem Chief P noemt. Ik vind hem ook wel goed bedacht. Maar ja, Activision maakt geld, dus ze gaan er niet mee stoppen. Dus dat was eigenlijk het hele eieren eten van vorige week. Een nieuwe week, een nieuwe stelling. Is het de stelling van een van de mannen? Het is de stelling van een van de mannen. Hartstikke goed. Of jongens. Of dames, dat kan natuurlijk ook. Je hebt volgens mij geen maanden meer gereageerd op de Hot Coffee Show. En het is een stelling van Johnny Boy. Dankjewel, Johnny Boy. Je ziet, onze lippen lopen nu wel goed. Ja. Dat is zo'n domme reactie, Johnny. Echt. Nee. We hebben hem al. Krijgt Daniel nou een bluescreen? Oh, nee. Het is gewoon gamersnet en een bluescreen. What's the difference? Het is een actuele stelling. Bedankt, Johnny. Ik hou van actueel. Dat vind ik prima. Is Disney dom bezig door Disney Infinity te annuleren? Ja, het nieuws van vorige week was natuurlijk het grote nieuws. Was Disney stopt met Disney Infinity. En mocht je het niet weten, dat is eigenlijk Disney's antwoord op Skylanders. Toys to Life. Poppetjes, die zet je in een soort docking station. Bam, ze zitten in de game. Ja. En in die game. Nou ja, Disney Infinity draait natuurlijk ook om het maken van je eigen games natuurlijk. Ja, yeah, it's a playground. It's a playground. For all your Disney en Marvel en Star Wars characters. Ja, je hebt een toybox in de game. Ik heb de game, ik spaar die popjes. Ik moet meteen denken aan de band Toybox. En dat brengt een soort van Vietnam-achtige flashbacks bij me terug. Ik ken de band Toybox. Dat is echt, je gaat iets meemaken, jongen. Ja. Toch? Ja, heel vet. Het is toch, je dat ik dit nooit geluisterd had. Ja, precies. Het is een soort Akda en de Munnik. Maar dan toch iets poppier en sexier. Iets wat, klein beetje. Maar die Toys to Life games, ik weet dat wij bij games niet heel veel fans hebben van Toys to Life games. We zijn er ook eigenlijk iets te oud voor. Onze doelgroep is iets te oud voor echt. Nou ja, Johnny vindt het fantastisch. Is ook, maar dat is Star Wars, die spaar ik ook. Vind ik ook vet. Maar en Marvel en alles van Disney. Ja. Dat is ook vet. Maar goed, maakt niet uit. Maar ik vind het wel een hele interessante wereld. Want het is ongelooflijk groot. Disney of Nintendo Amiibo is niet aan te slepen. Nee, inderdaad. Er zijn grote tekorten. Er zijn heel veel tekorten in de Amiibo-wereld, ja. Je hebt dan Skylanders die ermee is gestart. En vooral voor de kiddo's echt het heel goed doet. Maar ik had altijd het vermoeden dat Disney Infinity het ook heel goed deed. Ik dus echt niet. Want bij natuurlijk, je hoort minder van de... Serieus, echt nog een trein? Serieus. Maar als ik er een keer eentje moet hebben, dan rijdt er nooit één. Maar nu half vijf. Een hele goedere trein.
komt ook nooit een einde aan. Nope. Dat zeg ik ook altijd over mijn leven. En je piemel. Nice! Dat is Lenny. Die zat gelijk zo. Maar goed, hartstikke goed. Waar waren we ook alweer? Nu die dat jij dacht dat Disney Infinity aan het faalhazen was. Ja, dat je dat al wist? Nee, niet dat ik dat wist. Maar je hoorde nooit iets over die game. Of je hoorde in ieder geval nooit in de kroegen van... Oh, ik had laatst een leuk potje Disney Infinity. Ik heb ook nog nooit in de kroeg iemand over een Amiibo of over een Skylander gehoord. Nou, Amiibo... Kijk, het leuke is... Amiibo is ook nog een beetje geschikt voor de wat oudere gamer. Want het is heel erg toegespitst op Nintendo-liefhebbers. En dat zijn niet alleen maar kids. Nintendo-liefhebbers zijn ook volgroeide mannen en dames... die een Nintendo een warm hart toedragen. Dus Nintendo doet dat heel goed. Bij Skylanders is het duidelijk gericht op de kids, dus ja, die hoor je niet in de kroeg. Die waren als eerst. Ja, maar die hoor je ook niet in de kroeg en je kids zitten ook niet veel, zijn ook geen let's plays op aan het nemen en laten zien van hey, en hebben het ook niet over hun games, dus dat snap ik ook wel. Maar van Disney Infinity, ik heb behalve Johnny en jou dan, nog nooit iemand op Gamersnet horen praten van oh wow, nieuwe playpack voor Disney Infinity. Maar nogmaals, dat heb ik ook nog nooit gehoord van ja, Amiibo. Van Amiibo wel. Amiibo heeft echt mensen die erop jagen. Ik vind het principe van Amiibo gewoon heel vervelend. Het is gewoon een cheat kopen. Het is geen cheat. Het is een cheat in een poppetje kopen. Kom op, als je in Smash Brothers een poppetje gebruikt, krijg je een extra character die je samen met jouw character ass gaat woepen. Oké, maar dat is in competitieve matches is dat niet een ding wat je kan gebruiken. Het verschilt per game wat ze kunnen. Dus misschien is het iets minder gestructureerd bij Nintendo en hun Amiibo. Maar ik weet niet, het blijft wel tof. Want het zijn collectibles uit series. Je kunt ze verzamelen. Je kunt er daadwerkelijk ook nog iets mee in verschillende games. Dat is waar. Maar ik wil toch even terug naar on-topic. On-topic, Disney Infinity, is het dom? Disney, ja. Jij had het dus al verwacht. Ik snap het echt niet. Want jij bent Disney lijkt mij goud in handen. Die poppetjes zijn awesome, van al die films, weet je wel. Ik weet wel, mijn nichtjes zijn helemaal gek van Frozen, dus die hebben die prinsessen. Oh ja, en, let it go. Ja, die worden weer een snowman, tuurlijk. Maar ja, als jij dat wilt. Ja, is goed, oké. Okay. Maar nu ook met Star Wars en met Marvel, het zijn echt vette poppetjes. Ze zijn ook niet scare, ze zijn ook niet kut of zo. Nee, ze zijn wel mooi gemaakt. Maar... En dan blijkt, want Disney gaat dit niet doen als ze heel veel geld mee hadden verdiend. Dus de enige reden kan maar zijn, er wordt niet genoeg aan verdiend. Nou ja, natuurlijk, misschien is de ontwikkeling ook wel heel moeilijk. Want het is Avalanche Studios of Avalanche Software. Dat was het. Ja, het is Avalanche Software. Nou ja, misschien dat zij ook gewoon te duur zijn om al die dingen te maken. En ik zit te denken, Disney heeft de rechten wel. Maar kunnen zij zomaar klakkeloos die dingen produceren zonder dat ze daar ook nog iets van... Bijvoorbeeld bij Marvel weer iets af moeten tikken of bij... Dat is allemaal Disney zelf, hè? Dus je zou denken dat dat niet heel duur zou zijn. Maar goed, dan werd het waarschijnlijk gewoon echt ruk verkocht. En ik snap niet waarom. En ik kom er niet uit. Ik zit hier echt al een week mee. Ik hoef het niet. Ik ben een Star Wars fan. Ik vind Marvel tof. Ik vind een aantal Disney dingen tof. De game is mij te kiddie. De game is ook te kiddie. Nou, is het de game? Is de game te slecht? Ik denk dat het de game is. Skylanders is wel eens gespeeld. Ja, oké, maar dat is echt voor kids. Nou ja, Disney Infinity is toch ook voor kids? Ja, maar je hebt ook Star Wars erin zitten, wat ook een volwassener publiek aan zou kunnen spreken. Maar als die game zo super simpel is en super kiddie gebracht is, dan gaan de volwassenen dat natuurlijk niet spelen. Dus dat is het probleem. Ik denk het. Je beantwoord. Je opent mijn ogen. Ik denk dat het is. Ik kan ook niks anders doen dan aannames maken in deze kwestie. En ik ben ook heel benieuwd naar wat de echte wezenlijke verkoopcijfers zijn. En wie ook Disney... Jongens, laat het ons weten. Heb je ooit interesse gehad in Disney Infinity? Of zeg je, het is de kiddie. Of ik heb niks met Marvel, Star Wars en alles van Frozen. Oké, dan moet je sowieso wegwezen als je ze allemaal noemt. Ik heb niks met dit en dit en dit en dit. Kijk, Star Trek. Star Trek Infinity komt er ook aan. Daar is het gat van de deur, wegwezen, douchen. Daar is het zwarte gat van de deur. Echt, hè? Laat dat weten in de reacties. En laat ook een stelling achter voor volgende week. Dus de stellingen, het liefst een beetje actueel. Dat vinden we wel prettig in de World Coffee Show. Dat we het iets actueler maken, want voor meer... tijdloze vragen, dan verwijzen we graag door naar ons nieuw item. Goeie frag. Ja, of een hele persoonlijke vraag, hè? Dat welke, is meer een goede welke, frag. Welke chick uit games zouden we nou altijd al een keer een ritje op willen maken? Of zo? I don't know, dat soort dingen mogen er voortaan bij goeie frag. En je relevante, moeilijke... Oh, netjes. Een beetje een hol in dat pak. Maar nee, dat. je kent de drill, hoop ik. De drill. Als je woordspeling. Als je dit vaker hebt gezien, dan weet je wat we van je willen. Reacties en likes en wereldoverheersing. That's it. Meer vragen we niet. Tot volgende week. Dat is het enige wat we nog zeggen.